elk jaar weer. Jongens, dit is Olivia. Zij komt vanaf vandaag bij ons op school. Nou, hoi. Hier is het schoolplein. Maar Olivia is anders dan anders. Wat kijken jullie nou? Ik dacht dat je verliefd was op La Cassette. Maar ik denk dat dat alleen maar is omdat ze grote borsten heeft. Ja, maar nog steeds, hoe wil je indruk op haar maken of zo? En meiden, die houden niet van mislukkelingen. En ze wil namelijk dat jullie een profielportret van elkaar tekenen. Een soort zij-aanzicht is dat. Zullen wij samen? Omdat je verder ook nog niemand kent. Dan gaan we samen. Maar deze keer ga ik het anders doen. Ik had niet in de scheet gelaten! Haar tekening is goed. Ik protesteer. Ik vind het veel te ouderwets. Dit is Pieter 2.0. Nou, dan pak je je spullen en dan ga je eruit. Ben ik raar dan? Meneer, ik heb me net verstapt. Jongens! Nou, ik laat me niet commanderen. Wat wil je mee bereiken, gast? Pieter, wat is er aan de hand? Ik wil gewoon niet meer de sukkel van de klas zijn. Je kunt niet overal in uitblinken, Pieter. Ja, lach er maar om. Dat doe ik toch? Je moet niet denken dat je mij kan negeren. Is dat duidelijk? Ik heb nog nooit zo hard gelachen. Je bent echt gek. Gestoord, crazy. Ja, gek, je bent echt cool. Olivia vindt me leuk. Wat is er met jou gebeurd? Nou ja, ik mocht gewoon nieuwe kleding kopen van mijn ouders. Ik heb afgelopen weekend veel series gekeken. Hé, geloof jij in liefde op het eerste gezicht? Want anders, dan wil ik best nog een keer langslopen. Je was zo leuk, maar kennelijk ben je net zo nep als de rest. Doe gewoon wat ik zelf wil. Maar je was veel leuker hoe je was. Dit is echt wel oké, maar... Hij is altijd zo aan het nadenken van hoe je moet reageren en wat hij moet zeggen. I'm sorry. I can't.